Waarom wordt er verschil gemaakt tussen ons en tussen de winkels? Waarom wordt er verschil gemaakt op een markt? Na 60 jaar trekken ze hier de markt uit elkaar. Non-food hoort niet meer bij de food. Dit kan gewoon zo niet. Wij horen bij elkaar, wij willen dat de markt open gaat. Wij kunnen dit veilig doen, wij kunnen dit op afstand doen. Daarom willen wij graag dat er geluisterd wordt naar ons, dat er gehoord wordt en dat de veiligheidsregio's actie gaan ondernemen voor ons. En dat ze gaan zeggen, de markt mag weer open, je kunt veilig in de buitenlucht kopen. Lekker veilig buiten open voor je. Wij willen graag dat er naar ons gehoord wordt en daarom staan wij hier vandaag. Wij mogen niks verkopen, wij gaan ook niks verkopen. Wij gaan nee verkopen aan onze klanten. Dat doet ons zeer in ons hart. Dit is iets waar wij normaal nooit, maar dan ook nooit zouden doen. Wij zijn echt mensen die 's morgens vroeg om 6 uur al in de weer zijn voor onze klanten. En altijd service bieden. En onze klanten altijd zullen helpen waar het kan. Maar wij mogen niet. Het trekt nergens op dat ze niet open mogen. Alle winkels mogen op afspraak open. Zij staan gewoon buiten en ze mogen niet open. Wij willen werken, wij kunnen werken, maar wij mogen niet werken. En dat willen wij vandaag ook laten merken. Dat wij hier gewoon zijn. Wij willen voor onze klanten er zijn om te laten zien dat wij er nog toe doen. En dat wij onze klanten missen, maar dat wij niks kunnen, dat wij niks mogen. Dit is te gek voor woorden dat wij hier staan. Overheid, u moet zich schamen, want de markt doen we samen.